Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat GTA 5 uitkwam en dus is het hoog tijd voor een nieuw deel. We weten dat ons geduld uiteindelijk beloond wordt, maar wanneer dan? Er zijn in ieder geval een hoop leaks en geruchten, dus laten we eens kijken wat we tot nu toe weten over GTA 6. I thought we was trying to get out of this bullshit. You sounding more and more like a snee-eye, yeah, it's every day. My job, my score, get your own! Laten we beginnen met iets dat we in ieder geval zeker weten. Namelijk dat GTA 6 officieel in de maak is. Dat maakte Rockstar namelijk bekend in februari. Daarbij beloven ze dat de nieuwe GTA nog veel beter moet worden dan de vorige. Dat is ook meteen de enige informatie die officieel is bevestigd door Rockstar Games zelf. Dus hou je zoutvaartje maar in de aanslag, want de meeste info is gebaseerd op geruchten. Laten we beginnen met de releasedatum. Al sinds 2016 horen we verhalen over dat GTA 6 in ontwikkeling is. Het zou dus goed kunnen dat het nieuwe deel al meer dan 6 jaar in de maak is. Dat zegt helaas niet zoveel over de releasedatum, waarover de meeste berichten elkaar tegenspreken. De een noemt 2023, de ander 2024 en de ander weer 2025. Volgens Bloomberg verwachten medewerkers van Rockstar dat de game in ieder geval niet binnen 2 jaar af is. En ook journalist Tom Henderson zegt dat we waarschijnlijk zelfs tot 2025 moeten wachten. We kunnen er dus voorzichtig van uitgaan dat GTA 6 pas in 2024 of 2025 uitkomt. Lekker dan. Het zou natuurlijk wel kunnen dat we daarvoor wat van de game zien. De semi-betrouwbare insider Test2 claimt namelijk dat de trailer van de game nog dit jaar wordt getoond. En hij verwacht dat de trailer vergelijkbaar wordt met de eerste trailer van GTA 5. Dat zou betekenen dat het vroege in-game beelden zijn en dus geen CGI-trailer. Wanneer de trailer precies komt, dat weet hij niet. Wel weten we dat de meeste Rockstar games aan het einde van het jaar worden onthuld. De trailer van GTA 5 kwam namelijk in november en die van Red Dead Redemption 2 in oktober. Het lijkt er in ieder geval op dat GTA 6 gaat draaien op de nieuwe Rage 9 engine. Dat vertelt Chris Klippel van het Rockstar magazine. Volgens hem is die engine geweldig en zijn tijd ver vooruit. We hadden ook niet anders verwacht, want met Red Dead Redemption 2 heeft Rockstar wel bewezen dat ze prachtige games kunnen maken. This place ain't no such thing as civilized. You're the only one of these fools that I trust. Where's our money? Maar genoeg over de techniek, want de eerste mogelijke aanwijzing naar GTA 6 is te vinden in GTA Trilogy. Je weet wel, die behoorlijk zeer matige ports van Vice City, San Andreas en GTA 3 die technisch helemaal niet zo indrukwekkend zijn. Spelers ontdekten in GTA San Andreas een foto aan de muur met een huis erop. Dat huis is in geen enkele andere GTA te vinden en wordt wel in goede kwaliteit afgebeeld. Het zou dus zomaar kunnen dat Rockstar Games een kleine hint heeft verstopt in de trilogie. Het huis lijkt verder heel erg op een huis dat je zou kunnen vinden in Miami. En dus zou het best wel eens kunnen dat GTA 6 zich afspeelt in Miami. Er zijn namelijk wel meer leaks die wijzen op Vice City als locatie. Volgens een uitgebreid artikel van Bloomberg speelt GTA 6 zich af in een regio die is gebaseerd op Miami en omringende gebieden. En insider Matthias Victor noemt Vice City als een van de locaties en ook YouTube-kanaal The Know is ervan overtuigd dat GTA 6 zich daar afspeelt. En volgens Bloomberg wordt de spelwereld groter dan ooit. Rockstar zou van plan zijn om na release updates uit te brengen met meer missies en zelfs hele nieuwe gebieden en steden. Dat zorgt ervoor dat niet alle content meteen klaar hoeft te zijn en daarmee zou Rockstar Games overwerken voorkomen. Ook journalist Tom Henderson verwacht dat de map continu gaat veranderen. Volgens hem speelt GTA 6 zich dan ook af in een moderne setting, want een jaren 80 setting zou te veel beperkingen met zich meebrengen. Een moderne setting zou ervoor zorgen dat de ontwikkelaars zo min mogelijk restricties hebben bij het toevoegen van nieuwe content. Allemaal leuk en aardig die updates, maar hoe gaat het verhaal er dan uitzien? Ook daarover zijn een hoop geruchten. Bloomberg schrijft dat GTA 6 voor het eerst een vrouwelijk hoofdpersonage krijgt. Ook Tom Henderson ondersteunt die claim en vertelt dat je net als in GTA 5 weer kunt wisselen tussen verschillende personages. De vrouwelijke hoofdpersoon zou uit Latijns-Amerika komen en vergezeld worden door een mannelijk hoofdpersonage. Het verhaal van de twee zou te vergelijken zijn met die van de beroemde bankovervallers Bonnie en Clyde. Tommy! Buenas noches! I'm not in liberty now. Yeah. We do things differently. We need to watch each other's back.
Braziliaanse insider Matthias Victor claimt verder dat GTA 6 zich in 2024 afspeelt en gaat over een tweeling die op jonge leeftijd van elkaar worden gescheiden nadat hun ouders worden vermoord door een drugskartel. Ze willen allebei op hun eigen manier wraak nemen en komen elkaar 20 jaar later weer tegen. De broer zou zijn gaan werken bij de drugspolitie om kartels uit te roeien en de zus zou zelf een drugskartel begonnen zijn. De insider denkt ook dat het spel zich afspeelt op meerdere locaties. Hij noemt Carson City, Cuba, Colombia en Vice City. Deze leak moet je met wat extra korrel zout nemen, want volgens journalist Steven Tatillo zijn de plannen voor een game met meerdere locaties geschrapt. Volgens hem zouden er in de eerste instantie 3 steden en 4 hoofdpersonages in zitten, maar dat gaat mogelijk dus niet door. Volgens YouTuber The No zouden spelers daarbij tussen Vice City en Colombia reizen om drugs te vervoeren in een narco's-achtige stijl. Veel verschillende verhalen dus, maar het lijkt in ieder geval op dat drugs in de game een thema gaat worden. Wat we ook weten is dat GTA 6 waarschijnlijk minder grappen gaat maken over minderheidsgroepen in de samenleving. Dat komt niet echt als een verrassing, want pas geleden haalde het nog een pop met verwisselbare geslachtsdelen uit GTA 5, omdat die kwetsend zou zijn voor de trans community. In hoeverre zulke veranderingen echt impact hebben op het verhaal van GTA 6? Dat kunnen we pas weten als de game uitkomt. En dat waren alweer alle geruchten over GTA 6 die er tot nu toe zijn. Wanneer de game uitkomt, weten we dus niet, maar we weten in ieder geval dat Rockstar alles op alles zet om er een succes van te maken. Alle projecten moeten wijken voor GTA 6, want het schijnt dat Rockstar remasters van GTA 4 en Red Dead Redemption tijdelijk aan de kant heeft gezet en dat Red Dead Redemption 2 zelfs geen current gen update meer krijgt, omdat alle focus op GTA 6 moet. En ook Red Dead Online krijgt geen grote updates meer. Rockstar gaat vol gas naar GTA 6 en hopelijk zien we daar snel het resultaat van. Vond je dit nou een fijne video? Laat dan even een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal als je op de hoogte wilt blijven van al het nieuws rondom GTA 6. En laat ook even weten wat jij wil zien in GTA 6 in de comments.